De drama driehoek. In bepaalde gesprekken kun je soms helemaal vastlopen. Je praat veel, maar discussies en ruzies blijven maar terugkomen. Gesprekken gaan dan niet meer waar ze over zouden moeten gaan en je houdt er allebei een slecht gevoel aan over. Je komt niet meer verder. Als je snapt hoe de drama driehoek werkt, kun je ontdekken waarom de gesprekken vastlopen. Het herkennen van de drama driehoek is de eerste stap die nodig is om er ook daadwerkelijk wat mee te doen. Zoals het woord al zegt, gaat het om een driehoek. De drama driehoek bestaat uit drie rollen. De eerste rol die we gaan bekijken is die van de redder. Een redder vindt het fijn om nodig te zijn. Hij is hulpvaardig en faciliterend en overspoelt vaak andere mensen hiermee. Hij komt erg zelfopofferend over en bemoeit zich vaak ongevraagd met anderen. De tweede rol is die van het slachtoffer. Een slachtoffer is vaak manipulatief, hopeloos en behoeftig. Hij heeft ook vaak last van zelfmedelijden. Het ligt altijd aan een ander. En hij zeurt en klaagt veel en is zenuwachtig. De laatste rol is die van de aanklager. De aanklager is vaak boos en agressief. Hij veroordeelt snel, eist veel en komt soms pestend, hatelijk en minachtend over. Vaak zitten mensen in deze drama driehoek. Dit is geheel onbewust en ook mede afhankelijk van je gesprekspartner. De ene rol houdt de andere rol in stand. Door het gebrek van eigenaarschap en het verantwoordingsgevoel bij dit proces houdt een ieder deze dynamiek in stand. Alle drie de rollen zijn negatief ingestoken. Niemand neemt zijn verantwoordelijkheid en wijst naar de ander. De rollen zijn ongelijkwaardig. Laten we dit eens bekijken aan de hand van een gelijkwaardigheidstabel. In deze tabel ziet u vier vakken. De vakken geven aan hoe de mensen zich voelen ten aanzien van de ander. Zo vindt men bij plus-min gedrag zichzelf oké, maar heeft minder respect voor de ander. Die is niet oké. Bij min-plus gedrag is de ander meer waard dan jou. Bij plus-plus gedrag is er sprake van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. Bij min-min gedrag is er wel sprake van gelijkwaardigheid, maar dit gedrag leidt tot niets. Eigenlijk kan je stellen dat er maar één positief gelijkwaardig gedrag is, en dat is plus-plus. Dit is nodig om verbinding met elkaar tot stand te kunnen brengen en eventuele veranderprocessen te kunnen verwezenlijken. Als we de rollen van de drama driehoek bij deze tabel zouden moeten plaatsen, dan komt de redder bij plus-min te staan, het slachtoffer bij min-plus en de aanklager bij plus-min. Alle drie dus op de verkeerde, niet-constructieve plaats. Daarom noemen we het ook een drama driehoek. Het leidt alleen tot frustraties, discussies, ruzies en je houdt er allebei een rot gevoel aan over. Het leidt niet tot veranderingen of oplossingen. Je zit gemakkelijker in de drama driehoek dan dat je denkt. Een voorbeeld. Je zit in de rol van redder. Je probeert iemand ongevraagd te helpen. Je bemerkt dat het niet gewaardeerd wordt wat jou dan weer boos maakt. Dan zit je gelijk in de rol van aanklager. Je voelt je eigen rot. Je had het toch goed bedoeld? De rol van slachtoffer. Je kan dus per situatie van rol wisselen. Hoe kom je dan uit een drama driehoek? In eerste instantie moet je het besef hebben dat je vastzit. Adem even in en uit en neem de tijd om even na te denken. Vaak gaat het om een heftig gevoel. De aanklager is boos, het slachtoffer voelt zich weerloos en de redder heeft de behoefte iets te gaan doen of iets te gaan regelen. Stel je daarna open voor de ander en kies voor een positieve insteek. Je komt uit de drama driehoek door een vraag te stellen. De aanklager moet zich afvragen, wat neem ik nu feitelijk waar en hoe weet ik dat? Op die manier scheidt de aanklager zijn observatie van zijn interpretatie. Op die manier stapt de aanklager over naar de rol van uitdager. Hij geeft door zijn observatie te delen de ruimte om de interpretatie samen met de anderen te doen. Het slachtoffer moet zich afvragen wat hij anders zou willen zien. Hoe zou ik het willen en wat moet er veranderen?
Hoe zou ik willen dat het is en wat heb ik daarvoor nodig? Op die manier kan het slachtoffer om hulp vragen om die zaken te verwezenlijken. Hij wordt een soort ontwikkelaar. Hij stapt uit de rol van slachtoffer naar hulpvrager. De redder moet zich afvragen welke hulp of support er van hem nodig is. Dit kan hij navragen of gewoon door te reageren op een hulpvraag. Maar hij moet zeker niet ongevraagd zaken gaan regelen. Op die manier stapt de redder in de rol van coach. Wat zien we nu? De drama-driehoek is veranderd in de zogenaamde winnaars-driehoek. Het mooie van deze overstap is dat je hem zelf kunt maken. Dus door over te stappen van de drama-driehoek naar de winnaars-driehoek, nodig je gelijk de ander uit dat ook te doen. Dat gaat vaak vanzelf en onbewust. Zetten we de winnaars-driehoek in een gelijkwaardigheidstabel, dan zie je dat je bij alle drie de rollen beide oké bent. Dat is de benodigde manier om resultaten te kunnen boeken en veranderingsprocessen in gang te kunnen zetten. Het betekent niet dat je het gedrag van de ander altijd goedkeurt, wel dat je beide de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gevoelens en acties en dat de ander ook gunt. We lopen de rollen van de winnaarsdriehoek voor de duidelijkheid nog even door. De coach is in het algemeen ondersteunend. Hij accepteert dat de ander voor zichzelf kan denken, doet niets ongevraagd en checkt wat de ander nodig heeft. De hulpvrager stelt zich kwetsbaar op, neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen gevoelens, gedachtes en behoeftes, stelt zich open op en vraagt wat hij nodig heeft. De uitdager stelt zich assertief op, geeft positieve feedback in de ik-vorm en geeft er geen waardeoordeel bij.